Lotte, goedemiddag, hoe is het? Goedemiddag, het is goed. Ja? Het is mooi weer. Ja. Het is zaterdag, het huis is geopend. Je bent nu een maand open, nee, anderhalf maand. We zijn aanstaande zondag zijn we een maand officieel geopend. Ja. 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 En kan je nog eens heel kort samenvatten, want we zitten op het Molenwater en eigenlijk is het een voormalig woonhuis. Ja. Nou ja, daar gaan we. Hè? Etty is hier geboren op 15 januari 1914. Ja. Ja. En het huis kwam. Het was een tandartspraktijk. En ik kreeg op een gegeven ogenblik een mailtje van Klaas Smelik, de oprichter van het Etiolisme Onderzoekscentrum, dat sinds 2015 in Middelburg in het Zeeuws Archief was gevestigd. En hij mailde van: joh, het geboortehuis van Etty staat te koop, moeten we daar iets mee? Ja. Historisch erfgoed. Tuurlijk moeten we daar iets mee. We zijn nu 3 jaar verder en het Etiolisme-huis is een feit en bestaat. Ja, dat is allemaal best wel snel gegaan. Want ik weet nog dat je een tijd terug aan je crowdfunding. Wel, ja. Zo'n huis als dit, dat heb je niet voor 50.000 euro. Nee, hè? Dus, zeker dat niet. Dat moest dus echt wel even wat gebeuren. Maar uiteindelijk hebben jullie bij elkaar gekregen. Ook subsidie gekregen volgens mij. Ja, en wij hebben daarnaast hulp gekregen van een stichting. Die heeft het huis gekocht. Zodat wij de doelstellingen die we met dat huis hebben kunnen waarmaken. En daarnaast hebben we subsidies gekregen van de provincie, van de gemeente, van de Duitse overheid. Een aantal fondsen. Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB-fonds, het V-fonds. Frits Lensveld Stichting. Familie Hurgoyen-fonds moet ik ook even noemen. En heel veel mensen hebben ook gedoneerd via de crowdfund-campagne. Dat is super. Ja. Dat is echt super. Dus ja, we zijn geopend dankzij al die hulp. Ja. Maar nu moeten we wel open blijven. Dus alle hulp is nog steeds heel erg welkom. Ja, want er is één ding. Want ik begreep al dat het gaat goed. We zitten nu even op de bovenverdieping. Even wat rustiger. En beneden is bezoek. Maar je bent er ook nog aan het verbouwen. Dus het is nog niet helemaal klaar boven. Nee, maar klopt. Uiteindelijk kunnen mensen hier straks dus ook kijkjes nemen. Ja, het onderzoekscentrum wat dus eerst in het Zeeuws Archief zat, dat komt op deze etage. Dat zijn we nu aan het inrichten. Dat is nog even een klus, want het zijn enorm veel boeken. Het is een zeer uitgebreide Etty Hillesum bibliotheek. Maar de bedoeling is dus dat studenten en onderzoekers daar gebruik van kunnen maken. Dat was ook een van de redenen waarom Klaas Smelik het destijds had opgericht. En om Etty ook internationaal bekendheid te geven. Ja, want het is wel een stuk minder bekend dan Anne Frank, hè, bijvoorbeeld. Dat is echt wel een andere. Ja. Ja. Maar daar werken jullie dus hard aan. Dit is wel een mooie stap. En ik vind het wel mooi, want ik kom net aan en dan zie ik een groep mensen die komen speciaal uit Den Haag om dit te bezoeken. Ja, dat is super. Met een Zeeuwse boelus. Ja, en een Zeeuwse bolus, hoor. Ja. Kennismaking. Dus er is wel belangstelling absoluut uit het hele land. Ja, dat is super. En we werken samen met het Joods Historisch in Amsterdam. Dus dat is eigenlijk gewoon super. Heel fijn. Ja, want die zien jullie als AMIS niet als een soort van concurrent in absoluut Zeeland of zo? Absoluut niet. Nee, totaal niet. Nee. Want zij beheren natuurlijk de archieven. En het is voor ons super om van hun expertise ook gebruik te mogen maken. Maar er is dan nog wel één probleem. En dat is de vrijwilligers. En dat is een heel Middelburg een probleem. Misschien wel in heel Nederland. Ja. En iedereen zoekt mensen in wijken. Maar jullie wij ook. Maar ja, en hoeveel mensen hebben jullie nodig en waar gaat het dan om precies? Nou, wat heel belangrijk is, dat zijn eigenlijk gastheren en gastvrouwen die gewoon de bezoekers ontvangen, de kaartverkoop verzorgen, mensen wegwijs maken, zorgen voor de koffie, dat soort dingen. En waar we ook specifiek wel naar op zoek zijn, zijn mensen die zich bezig willen houden met educatie. Er gebeurt heel veel momenteel vanuit het huis op het gebied van educatie, maar daar hebben we gewoon meer mankracht voor nodig. Ja. Mensen die rondleidingen willen verzorgen. Maar als ik kijk, stel je voor dat ik belangstelling zou hebben. Ik weet natuurlijk niet zoveel van Etty Hillesum. Ik weet ook niet veel van. Ik weet behoorlijk veel van de Joodse geschiedenis en de oorlog en noem maar op. Maar niet voldoende om er een heel verhaal over te kunnen vertellen. Word je dan eerst een soort intern opgeleid absoluut over? Ja. Want het is waarschijnlijk wel een beetje hetzelfde riedeltje wat je steeds vertelt. Grote lijnen. Ja, we hebben daar wel een soort van, natuurlijk een uniform verhaal in. En dat wordt eerst uitgelegd. Dus onze educatieve medewerkster die doet dan eigenlijk een voorlichting. En als je voor één dagje of één middagje maar wil, ben je dan super, ook welkom? Ja. Hartelijk welkom, absoluut. Okay. Absoluut. Ja, en de verdere informatie staat ook op onze website. Oké, nou dan doen we dit bij deze de oproep. Hè? Ja, welkom. Ja, en ik wens je veel succes met dankjewel. Het verdere uitbreiden van het geheel. Super, cool. Ja. Dankjewel. Dank. Het is de enige fysieke en tastbare herinnering aan Etty Hillesum. Het is natuurlijk ook uitgeroepen tot grootste Middelburger aller tijden.
in 2017. Maar even los van de fysieke plek, Nancy Hillesum en haar teksten, ja, die zijn zo...